collega's rechts van mij. Yes man, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn en ja, ik zie jullie nu allemaal denken van wat heeft hij op zijn asses? Ja, vond ik wel leuk, leuk hoedje. Gewoon zo vlak voor de kerst kan dat wel een keer. Dus dat. Ik heb in ieder geval weer twee leuke dingetjes voor jullie klaarstaan. Namelijk een staande houding van een oude opa, een oud lijk die niet snapt hoe het allemaal werkt. Dus dat gaan jullie verder wel zien hoe dat zich voordoet. En een overval waarbij de verdachte zegt dat hij er helemaal niks mee te maken heeft. Maar dat gaan jullie ook verder allemaal zien hoe dat in zijn werking gaat. Voor nu doe zeker twee even een blauw duimpje omhoog. Abonneer zeker twee even hier beneden. En dan wens ik jullie nu heel veel kijkplezier met de video. Volg maar even richting de parkeergarage hieronder. Oké. Okay. Twee van de zes in mijn staan daar nog. Goeiedag. Goeiedag, moet ik even uitstappen? Ja, doe het maar even, dat is wel makkelijker praten. Oké. Hey, in ieder geval, ik zal me even de 4251 gaat naar de wegafzetting. Joren, politie Roeven. Hallo, ik hey. Ben Den van Golden. Wat zei u? Ik ben Den van Golden. Ah, goeiedag. Hey, heb je voor mij een rijkentekenwijs bij je? Denk het. Dat is mooi. Dan zou ik die graag even willen zien. Oh ja, ik ben er net wel een beetje gestoken, een beetje. Oh, even kijken. Wat zeg je? Ik ben juist een beetje gestoken. Gestoken? Ja. En door wie ben jij gestoken? Door mensen in een zwarte pak. Oké. Okay. Nou, ik krijg ook een melding over een oude gek die een beetje aan het ouwehoeren is op Blokkenpark. En ja, u voldoet wel aan het signalement van een oudere man. Vandaar dat ik jou ook even aan de kant zet. Dus dat. Hey, 42, ik weet niet of jij een legitimatiebewijs heeft. Ja, die heb ik bij me. Dan wil ik die graag even zien. Dan kan er al een rijwijs rijwijs even kijken of je dat hebt. Negatief. Roger, in dat geval ben ik nog even staatsspeer. Volgens ons systeem heeft u geen geldig rijbewijs tot uw beschikking. Oh. Ik dacht dat ik een rijbewijs had. Ja, nou, blijkbaar niet. Dus dat is het eerste strafbare feit hoor. Je rijdt zonder rijbewijs. Het voertuig van nu? Ja, tuurlijk. Ja, oké, okay, dat is verder in orde. Ik heb gewoon een legale voertuig hoor. Mooi gekocht. Okay. Safari auto, lekker op safari in de natuur. Ja. Weet wel. Precies. Hey, even kijken of jij hier met wapens hebt. In ieder geval, ik ga je wel op 6 verbaal geven voor het rijden zonder rijbewijs. De 4251 is status 3 bij de wegafzetting. Nee, je mag inderdaad ook niet verder rijden, dat heb je helemaal goed. Dat is gehoord. Gefeliciteerd bij dat trouwens. Ja, bedankt. Ik ben niet tot antwoorden verplicht, maar waarom rijdt u zonder rijbewijs? Ja, omdat ik gewoon lekker veel toeren in mijn safari auto. Ja. Natuur. Dat is mijn verklaring. Okay, boetebedrag 800 euro, komen nog 9 euro administratiekosten bij. 809 euro dus. Jongen, ja, inderdaad. Dat is weer duur. Je kunt eventueel nog een bezwaar gaan, het staat achterop hoe of wat u dat kunt doen. Boete krijgt u binnen nu en 2 weken thuis, respectief. En dan kunt u hem staan. Ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dus dat. Nou, dan krijg je in ieder geval je ID-card weer terug. En dan mag je, ja, niet verder rijden.
En dan moet je maar even kijken hoe jij dat gaat oplossen. Dat is niet aan mij. Ja, is goed. Dan wens ik u verder nog een fijne dag, ondanks dit. Ja, u ook. Fijne werkdag nog, hè. Dank u wel. Doei. 2:06 op een eentje over. Ja, en niet heel veel later gebeurde dit. Oh nee, ben jij het weer? Maat, ik heb je net heel duidelijk gemaakt dat je niet meer verder mag rijden. Hier staat ze 1 over. En wat zie ik? Je rijdt er als een gek terug. Even heel serieus, hè? Als ik jou nou nog één keer rond zie rijden, krijg je gewoon artikel 5 en ga je 11 maanden de bak in. Dat is heel simpel. Nee. Dus het is nou aan jezelf. Je hebt nu de keuze om verder te lopen, of weer met je domme asjes in die auto te stappen. Maar dan heb je echt een groot probleem. 4206, ter hoogte van. Oké. Okay. Ja, ik sta in de blokkenpark garage over. Oma. Dus laat dat even heel duidelijk zijn. En je gaat nu ook gewoon weer een procesverbaal krijgen voor het rijden zonder rijbewijs. Zo simpel is het. Oké. Okay. Want ik ben er nou een beetje klaar mee met zulk gedrag. Gewoon laks aan hebben van denken, oh, hij ziet me toch niet meer. Nou, je hebt nou de pech. Ik rij gewoon langs en je bent nu zwaar. Anders staat die auto hier toch de hele tijd, die moet toch ook een keer weg? Ja, dat is heel rot voor je, maar dat hoef je zelf niet te regelen. Nou, dan gaan jullie dat toch regelen? Ik kan hem af laten slepen en dan zijn de kosten voor u. Nou nee, dan gaan jullie toch lekker wegslepen. Ik krijg weer een procesverbaal van €800, komen €9 administratiekosten bij. 4:52 staat de strijd laatste maand. En overigens, je kunt weer een bezwaar gaan als je het niet mee eens bent. Maar ja, ik denk dat het vrij duidelijk is. Je rijdt gewoon weer zonder rijwijs. En ik ga nou ook in het systeem vastleggen met jouw naam, als ze jou weer tegenkomen. 6, u staat nog steeds op blokkenpark, zegt u? Ja, in de garage over. Ah, oké, okay, beneden moet daar. Moet je mij die nog hebben? Ja, positief, sorry over. Oh, duidelijk. Wat zei u? Moet je mijn ID nog hebben? Jazeker, die wil ik graag nog een keer zien. Ja, nou. Kijk, ik ben zo sneller. Ja, precies. 42, 52, niks aangetroffen, staat ze in. Maar, dit is gewoon niet heel handig, hè. Dat snap je zelf ook wel. Nou. Moet een collega erbij komen. Jazeker. Maar ik mats jou nu heel erg, hè. Ik had je nu al voor artikel 5 aan de haak kunnen halen. Maar, ik had hem net ook al staande gehouden, had geen rijbewijs en net zag ik hem weer rondrijden. Dus ik heb en hij rijdt nog steeds zonder rijbewijs? Ja. Wat snap jij niet aan de betekenis van een rijbewijs, meneer? Geen zin om hem te halen. Ja, dus jij gaat straks weer verder rijden? Nee, denk het niet. Nee, dat volgende niet keer doen. Dat je verder rijdt, wordt je auto in beslag genomen en ter vernietiging gebracht. Oh, dat is toch, hoe dat werkt. Is eigenlijk toch had dat nu auto al moeten gebeuren, dus je wordt nu gemast. Ik mas je inderdaad heel erg nog. Ik zou hem lekker hier laten staan, lekker die sleutel eruit halen, doe hem op slot. En kom pas terug als je een rijbewijs hebt. Eerst volgende keer dat je wordt aangetroffen, wordt hij gewoon in beslag genomen. Ik schrijf ik het kenteken op en ik ga dat even communiceren naar de collega's. Yep. Hier de 0503 voor alle eenheden. Momenteel hebben wij hier een staandhouding met een kennis. Het is een soort open buggy, rood van kleur. Kenteken 84 X-ray uniform papa 031. Zodra jullie dit voertuig straks weer op de weg aantreffen met de naamgestelde, mag het voertuig in beslag worden genomen, over. Nou, oké, dan is dat vrij duidelijk. De 42 is status 4. Dus, mag je nog een keer rondrijden, dan is de 42 is status 1. Dan heb je helemaal geen auto meer. Zo simpel is het. Nou, je 40-50 status 1. Kan ik je vertellen. Nou, elke auto waar we jou eens zien rijden, die wordt van ons. Zo simpel is het. Maar als ik nou een masker op doe, zien jullie me niet meer. Maat, heel simpel. Je moet je nog steeds legitimeren. Hé, je gaat niet zo bij de hand doen.
Eerst de volgende keer dat je in zo'n auto aan wordt getroffen, wordt die in beslag genomen. De kans is dan ook vrij groot dat je moet voorkomen bij de rechter. Artikel voor het feit 5. Dat je dus voor de derde keer zonder rijbewijs rondrijdt, kunnen we je ook gewoon voor meenemen naar het bureau. Dus ja. Het is maar net wat je wil, hoe moeilijk je wilt doen. Maar wij zijn daar ook niet in, oké? Nee, ja, nee, oké. Top, hele fijne dag. Nu niet meer in discussie gaan en volg je weg lekker te voet. Ja? Ja, prima. Ik zou trouwens nog wel even je motor uitzetten, want anders staat hij hier straks ook nog eens zonder benzine. Dat is een goeie. Mocht je weer mee weg moeten. Yep. En hier heb je legitimatiebewijs en dan wens ik je een fijne dag ondanks dit. Dank u wel. Hoi. Ik ben goed. Nou, fijne dag. Twee hebben het nog zes op een eentje over. Wij zijn bezig, dus ik kijk al een beetje van de eerste auto. Hallo, politie. Hallo. Graag wil ik een melding maken dat er een winkel eigenlijk. Maar dat wij kunnen koppelen, hoor. Oké. Okay. Ik zal lekker communicatie doen, kan het maar niet zo. De 0503 gaat er rijden naar de winkel overval over. Ja, 4206 kopieert het over. De 4252 kopieert ook. Zware vechten. Oh, hallo? Het is echt vlakbij. Schiet op, aap. Ja, nee. Rennen, aap. Heb ik hem aan? Ja. Bij mij niet. Oké, okay, bij mij wel. Oké, okay, top. Dan is het goed. Oh, nu heb ik hem aan. Lol. Waar is het eigenlijk? Oh, daar. Tatu, 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 tatu. Kom maar hoor. Oh. Hij doet er iets langer over. Besef, ik heb helemaal geen vuurwapen. Nee, dat weet ik. Ik ga jou beschermen. Yes! Jij bent mijn beschermengel. Ja. Toppertje, hij rijdt gewoon tegen de vuur, joh. Ja, joh, aap. Pakken wij... 0503 ter plaatse, over. Er staan veel voertuigen. Ja. 2406 kopieert, over. Ik hou hem even hier staan, denk ik. Ik kan lekker bukken, kun je niet even. Ja, dat zal ik zeker doen als ik jou wil. Box die deze maar meteen in, hoor. Fielke! Waar zijn die schootmeldingen? De 0-1 rijdt op de schootmelding, hoor. Politie, laat die aan. De schootmelding bij gemeente S mag genieten worden, hoor. Ja, roger. Politie! Kom op, met die handen naar buiten lopen. Handen omhoog. Op je knieën. Loop maar richting de collega's rechts van mij. Doorlopen tot ik stop zeg. Pas op met dat tankstation, jongens. Stop maar. Omdraaien, naar mij toe kijken. Ja, is goed. Ik hou vuurlijn op zijkant. Bewegingen maken. Je mag boeien, jongens. Wat is er aan de hand? Staan blijven. Ja. Ga je boeien. Oké, alle overige mensen die in de winkel zijn, maak jezelf bekend. Wie sluit aan, jongens? Ik sta achter je. Yo. Ik pak hem door naar rechts als jij hem naar links pakt. Ja, ik weet niet of jij iets van rechts kan benaderen. Nou, dan gaan we op 3, oké? Okay? Yes. 1, 2. Politie, maak jezelf bekend. Politie, maak jezelf bekend. Politie. Politie. Ik kom hier nu in de supermarkt, ik ken niet eens iemand. Zie jij, hier verder niks. De wieg laat overvallen volgens mij. Nee, ik ook niet. Maar volgens mij is dat waar wij nu zijn ook, dus... Ja, ga je weer het verkeerde pad op? Oh, nee, ik maakte een foutje denk ik. Die laatste overvalmelding komt te vallen over. We hebben hier eenmaal AT over. Nou, netjes. Kijken of hij wat bij zich heeft. Wat doet hij daar? Kom jij doen? Ja, dan mag je net even naar een andere winkel, want deze is overvallen. Wauw, is hij van de slag? Ja, dat gaan we. Maar wie is die Lambo? Die is van mij. Voor jou. Wat kun je doen? Nou, ik was gewoon even wat spulletjes aan het halen. Spulletjes aan het halen op een bedreigende manier dan? Of?
Ik heb geen niemand beduid hier. Los van deze overval. Haal de vlindermes bij. Betwijfel ik een beetje. Ja, dat snap ik. Wat had hij bij zich? Collega? Een vlindermes. Vlindermes, mooi. Dan neem hem maar mee in ieder geval. Ik ga een voederstop letten voor ook, ja? Ja. Heb je al een naam van hem of niet, collega? Ja, die yep. Lambo is van hem, zegt hij. Ja, oké, okay, maar. Staat hier ook nog ergens. De 52 draait zijn bocht heel even dicht over. Vernomen. Zo. Yes. Nee, is het vlinder met z'n alleen? Had hij verder nog contant geld bij? Ja, klopt. Even kijken. Ja, inderdaad, 6.600. 6.000, ah? Ja, 6.900. Nou, snelle teller. Neem maar mee naar het bureau, dan gaan we daar verder onderzoeken. Ik heb nog 4 aan van dienst, dat is één. Ik neem in ieder geval dat spel. Je welkom. Oké. Hey, je hebt even keuze. Ik weet niet, rij jij koppel? Ja, met bureau. Oké. Okay. Hey, die Lambo, wil je die hier laten staan of wil je dat een van onze collega's hem even meeruit naar het bureau? Ja, als dat kan, naar het bureau natuurlijk. Ja, nou, dat houdt wel ook in dat we hem daar nog ietsjes verder gaan doorzoeken of daar nog bijzonderheden in liggen. Heb je daar bezwaar tegen? Nee hoor, geen gang. Oké. Okay. Wil je dan die sleutel even overhandigen aan mijn collega naast jou? Ja. Kijken of die al open is. Maar in welke zak zit hij? Nee, moet wel even, moet je hem ook zo nog even openzetten. We zijn niet zo bekend met de Lamborghini sleutels, dus. Ja, precies. Kan jij hem daar even een handje bij helpen? Ja, ik help hem. Nou, dan even kijken, wou je mij bij de veroordeling hebben of zeg je dat lukt ik mezelf wel? Ja, moet lukken. Kunt u erin? Even kijken. Hm. Alright, mocht je hem wel nodig hebben, dan, ja, dan je weer moet vinden. Ja, goed. Nou, jojo, succes nog in je ruim. Ja, nee, dat is niet. Dus ja. Oké, moet je even uitstappen. Als het lukt. Als dat kan. Zo, ja. 0503, staat zijn. Oké, okay, en dan ga ik je in het voertuig zetten. Dat wel, ja. Ja. Hoi. Moest ik hem trouwens loslaten, Björn, of niet? Wat gaan we loslaten? Moest ik hem eerst loslaten en dan erin zetten? Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Dan rijd ik met zo'n voertuig, hè? Ja, is goed. Ik, 42, 52, staat zin over. In ieder geval, mocht je rechten nog niet voorgelegd zijn, je hebt recht op een advocaat. Mocht je deze niet kunnen veroorloven, krijg je deze toegewezen. Alles wat er zegt, zal en kan tegen gebruikt worden. Okay. De verdachte is uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau en veroordeeld gewoon voor het plegen van een winkeloverval. We hadden voldoende bewijs, had een groot geldbedrag bij zich, een wapen bij zich en hij was in een winkel waar een overval werd gepleegd. Dus hij heeft gewoon de volle straf gekregen. Dan wil ik jullie voor nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. En ik check jullie gewoon weer bij de eerste volgende stream of video. Later.